We zitten nu in de torenkamer. Hierbovenin hangt de klokkentoren. En wat wel leuk is, we hebben hier een kopie van het bewijs dat de Rembrandts hier hebben gehangen. Het verhaal is dat toen de familie Heim stierf, stierven ze zonder geld en zonder kinderen. En toen heeft de familie Berestein het kasteel gekocht. En die vond toen op zolder twee Rembrandts. En één was helemaal zwart geblakend omdat hij voor de haard gezet werd als de schoorsteenveger kwam. En die zijn in 1884 zijn ze verkocht voor 28.000 gulden per stuk. Ze hangen nu in het Metropolitan Museum in New York, de originele. De replica's hebben beneden gehangen. En ik denk dat er vandaag de dag een nulletje, één of twee extra achter mag. Ja. Het grapje wat ik altijd maakte bij rondleidingen is dat we op zoek zijn naar de derde Rembrandt. Totdat een van de nazaten van de familie Hoebe, een van de kleinkinderen van de familie van Landschot die hier gewoond hebben, die attendeerde mij erop en zegt: nou Klaas, als ze stierven zonder kinderen, dan zal er waarschijnlijk geen derde Rembrandt zijn, want meestal waren dat natuurlijk portretten van het gezin. En het andere wat hij vertelde was dat hij dat verhaal niet kende, maar wel het verhaal kende van de kluis. Die waarover gesproken werd in het verleden dat die hier op het kasteel zou zijn. En de familie van Landschot heeft toen ze het kasteel verkochten, hebben zij bedongen in de verkoopcontract dat als de kluis gevonden zou worden, dat de inhoud nog steeds de familie zou toebehoren.